Afgelopen zondag kwamen twee jonge mannen om bij een auto-ongeluk in Hoeve. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. En nu blijkt dat de omgekomen bestuurder geen rijbewijs had. De auto stond op naam van de vriendin van de 21-jarige bestuurder. Ook zou de auto niet verzekerd zijn. Het ongeluk gebeurde zondagochtend op de parallelweg van de A58 bij Hoeve. Daar botste de auto tegen een boom. De mannen kwamen terug van een avondje stappen in Breda. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En aan de telefoon is politiewoordvoerder Alwin Don. Meneer Don, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Don, heeft de bestuurder geen rijbewijs of is dat rijbewijs ingenomen? Nee, hij heeft geen rijbewijs. Nooit gehaald? Nee, dat klopt. Denkt de politie dan ook dat het ongeluk iets te maken heeft met het ontbreken van dat rijbewijs? Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Dat maakt wel onderdeel uit van het onderzoek. Maar ja, iemand die geen rijbewijs heeft, is natuurlijk nooit afgetoetst. Nee. Op zijn rijvaardigheid. Dus ja, het zou er iets mee te maken kunnen hebben, maar dat weten we niet, nog niet zeker. U zegt dat wordt meegenomen in het onderzoek. De verdachte is overleden. Waar bestaat dat onderzoek verder dan nog uit? Ja, wij willen uiteraard achterhalen wat zich afgespeeld heeft. En het is inderdaad zo dat natuurlijk een bestuurder om het leven is gekomen. En daarmee kan die ook niet meer vervolgd worden. Het is gewoon voor het totaal belangrijk om te achterhalen wat zich afgespeeld heeft. En daarnaast is het zo dat er altijd natuurlijk nog juridische consequenties hieraan vast kunnen zitten. Alwin Don van de politie, dank voor dit moment.